De warm-up van vandaag is 100 jog steps, 10 leg swings per been, 10 meter toe walk, 10 meter heel walk, 10 meter outside foot walk, 10 meter inside foot walk, 10 meter Samson lunge with stretch, 10 meter lunge met rotatie, 10 meter pulling knee to chest, 10 meter foot to chest, 20 meter side shuffle, 20 meter tapioca's, 20 meter hand to toe walk en 20 meter heel flicked. Zorg al bij de jog steps voor dat je op je plaat jogt. Je armen gaan met je lichaam mee heen en weer. Bij de leg swing pak je met je hand iets beet. Bijvoorbeeld een deurpost. Je zwaait je been heen en weer opzij. Bij de toe walk breng je je handen in de lucht. Je zorgt ervoor dat je handpalmen omhoog wijzen. Je mag je vingers in elkaar doen. Dit is het makkelijkste. Vervolgens loop je op je tenen met je handen in de lucht 10 meter. Je zorgt er bij de heelbalk voor dat je borst opblijft en je op je hielen 10 meter gaat lopen. Zorg ervoor dat je kleine stapjes maakt bij de heelwalk. Bij de outside footwalk loop je op de buitenkant van je voeten. Houd je borst rechtop en loop kleine stapjes. Bij de inside footwalk loop je op de binnenkant van je voeten. Houd je borst rechtop en loop kleine stapjes. Bij de Samson lunge zijn je armen in de lucht en je handpalmen wijzen weer naar boven. En je drukt je vingers in elkaar, net zoals bij de toe walk. Vervolgens maak je een lunge terwijl je armen nog steeds in de lucht zijn. In de eindpositie van je lunge duw je je heupen naar voren en gaat je bovenlichaam naar achteren, zodat je een stretch hebt. Vervolgens kom je omhoog en doe je hetzelfde met je andere been voor. Bij de lunge met rotatie zijn je armen langs je lichaam. Vervolgens maak je een lunge en roteer je naar de kant van je achterste been. Dan kom je weer omhoog en doe je dit met je andere been voor en roteer je weer naar je achterste been toe. Bij deze oefening mag je gewoon lopen. Je maakt een stap waar je knie vervolgens omhoog gaat, richting je borst en je mag met je handen helpen om een kleine stretch te creëren. Vervolgens zet je je voet weer op de grond neer en maak je een nieuwe stap en nu is je andere been aan de beurt. En die trek je vervolgens weer naar je borst met een kleine stretch. Bij deze oefening mag je gewoon lopen. Je maakt een stap en vervolgens wil je je voet richting je borst trekken met een kleine stretch en dit doe je door je voet richting je borst te trekken met je handen. Zorg al bij de side shuffle voor dat je armen in één lijn zijn. Ook probeer je je hoofd stil te houden. En vervolgens ga je een zijwaartse shuffle maken. Je bent een beetje een krab. Bij de tapioca's gaan je voeten elke keer over elkaar heen. Je armen en handen hou je op één lijn. Zorg ervoor dat je kleine stapjes maakt. Bij de hand-to-toe walk mag je ook gewoon lopen. Je zwaait je been omhoog en tik met je hand je tenen aan. Als je je rechterbeen omhoog zwaait, tik je met je linkerhand je tenen aan. Probeer zo hoog mogelijk je been omhoog te zwaaien. Blijf goed naar voren kijken. Bij de heel flicks zorg je ervoor dat je hakken richting je bil gaan. Je borst blijft op, je duwt vervolgens je heupen naar voren en je knieën naar achteren. De workout van vandaag is een run workout. Wat de bedoeling is dat je 21 minuten lang gaat hardlopen. En elke 3 minuten doe je 15 air squats en 10 push-ups. Ook op minuut 21 doe je nog 15 air squats en 10 push-ups. In totaal doe je dus 7 keer de 15 air squats en de 10 push-ups. Zorg ervoor dat je een rustig tempo aanhoudt met het rennen. Probeer tijdens het rennen rustig door te ademen. Probeer de techniek van pose running toe te passen als dat lukt. Als je kleine stukjes het pose running toepast, is het natuurlijk helemaal goed. Zorg er bij de air squat voor dat je voeten op ongeveer schouderbreedte staan. Je trekt je schouders goed naar achteren, zodat je borst op blijft. Knieën doe je naar buiten en probeert onder 90 graden te zakken. In de push-up zorg je ervoor dat je handen op ongeveer schouderbreedte staan. Je lichaam is één lijn. Dit betekent dat je schouders en heupen op één lijn zijn. Vervolgens zak je naar beneden en blijf je ellebogen langs je zij. Tik met je borst de grond aan en duwt je vervolgens weer omhoog. Wat belangrijk is dat je heupen en schouders ook op één lijn zijn als je in de onderste positie zit. Dat betekent dat je rug niet hol is, maar neutraal. Als je de push-up op je tenen nog moeilijk vindt, kan je deze keer naar je knieën. Voor de cooldown mag je vandaag kiezen uit 3 verschillende oefeningen. Namelijk 1 minuut per been de calf stretch.
of 3 minuten belly breathing, of walk it off en dan focus je op nose breathing. Bij de calf stretch sta je met je voet tegen bijvoorbeeld een deur. Als het lukt, mag je je hak zo dicht mogelijk bij de deur neerzetten. Als het nog niet zo goed lukt, dan doe je hak ietsje van de deur af. Het gaat erom dat je rek voelt in je kuit. De cooling down voor vandaag is 3 minuten belly breathing. Zorg ervoor dat je een comfortabel en rustig plekje vindt in huis, of zelfs buiten. Probeer goed te ademen naar je buik. De cooling down voor vandaag is walk it off. Dit betekent dat je rustig aan gaat wandelen en je probeert je te focussen op het nose breathing.